Een auto met een eigen identiteit. Ik heb het natuurlijk over de Renault Symbioz. In deze video ga ik je met behulp van 5 feiten nog veel meer vertellen over wat jij moet weten over de gloednieuwe Symbioz. De naam Symbioz is afgeleid van het woord symbiose, dat Renault verwijst naar de harmonieuze relatie tussen de auto en zijn passagiers. Ondanks de compacte lengte van maar 4,41 meter, biedt de Symbioz een laadruimte van wel 624 liter. De volledige achterbank is verstelbaar en ook kunnen de stoelen worden platgelegd om de laadruimte te vergroten. En daarmee is de Symbioz een van de grootste uit zijn klasse. De Symbioz zit bomvol nieuwe technologieën, zoals een 10,4 inch multimedia scherm. Die beschikt over Google Services met wel 50 apps. Ook beschikt de auto over 29 nieuwe generatie rijhulpsystemen. Veiligheid staat dus voorop. Zelfs onder de motorkap is er een Symbioz te vinden. Aangezien de auto is uitgerust met een E-Tech Full Hybrid motor. Die samen met de elektromotor beschikt over zo'n 145 pk. Ook kunt u met de auto tot 60 km elektrisch rijden. En u kunt de laadpaal links laten liggen. Aangezien de auto zich oplaadt tijdens het afremmen. En dit waren ze dan, de 5 feitjes die jij moest weten over de gloednieuwe Renault Symbioz. Welk vond jij nou het meest interessant? Laat het even weten in de comments. Of kijk voor meer informatie op Bogane.nl.